treinspoor 4A. De Merwede-Lingelijn tussen Dordrecht en Geldermalsen gaat momenteel door pieken en dalen. Door de coronacrisis zijn er veel minder reizigers, maar tegelijkertijd zijn de treinstellen helemaal vernieuwd en opgefrist. Nou, we hebben de trein uitgerust met allemaal nieuwe stoelen zoals jullie hier zien. Er zit bij iedere stoel een stopcontact en een USB-aansluiting, waar mensen ook laptops en mobiele telefoons op kunnen laden. Een beetje verstopt, maar wel voor iedereen bereikbaar. Nou is het op het 136 jaar oude traject eigenlijk helemaal niet nodig om op een scherm te kijken, want de omgeving is prachtig. Het eiland van Dordrecht, Sliedrecht, Hardingsveld-Giessendam en Gorinchem. Machinist Kenneth Sommer rijdt al vanaf 2009 en met plezier. Het mooiste vind ik dat wij rijden van de Betuwe naar de Randstad. Dus dat is een mooi traject en de afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in het spoor. Er wordt nog veel geïnvesteerd, hè. Er worden stations bijgebouwd. Dus dat biedt ook weer mogelijkheden voor de reizigers om meer gebruik te maken van onze lijn. Want dat gebeurt nu uiteraard veel minder. Vervoersmaatschappij Qbuz redt het, maar wel met moeite. Ja, nou, het zijn zeker uitdagende tijden. Sinds het begin van de coronacrisis hebben we natuurlijk een enorme terugval in reizigers gezien. Uiteraard ook op de Merwede-Lingelijn. Gelukkig zien we op het moment, zeker na de huidige lockdown, wel weer een kleine stijging. Maar ja, alles moet nog voorzichtig natuurlijk, gegeven het huidige klimaat en de druk op de zorg. Maar we hebben wel goede hoop dat we op lange termijn gewoon een heel groot deel van de reizigers weer terug gaan krijgen. Nog jaren dus. Voorlopig dus alle ruimte om te zitten op die mooie nieuwe stoelen. Ja, het zit lekker. Ja? Ja hoor. En dan gaan we weer vanaf Gorinchem naar het laatste stukje binnen onze regio. Want 30 meter naast station Arkel gaan we het Merwede-kanaal over. En dan zijn we in Utrecht.